Woensdag 6 juli is in Tiel-Oost het Waterplein geopend. Dit plein is een ontmoetingsplek, speelplek en wateropvang in één. Uniek in Gelderland en vooral nuttig bij hoosbuien die steeds vaker voorkomen. Het Waterplein is één van de maatregelen uit het programma Tiel-Oost, droger en mooier. Hierin werken gemeente Tiel en waterschap Rivierenland samen met inwoners aan een aantrekkelijke en leefbare wijk. Alles boven en onder de grond in de wijk is onderhanden genomen. Huizen zijn opgeknapt of gesloopt en vervangen voor nieuwbouw. Er is een nieuw rioolsysteem aangelegd en de straten hebben waterdoorlatende verharding gekregen. Er is een kerk gesloopt en er is een nieuwe school gebouwd. De opening van het plein werd gedaan in het bijzijn van onder andere Jozan Meijers, gedeputeerde van de provincie Gelderland.